Sven Nys begint aan de grote prijs Hasselt met een voorsprong van 2 minuten in het algemeen klassement van de Bpost Bank Trofee. In de aanvangsfase probeert Corné van Kessel weg te geraken. De Nederlander uit Ole slaagt daar ook in. Hij kan in de tweede ronde de bonificatieseconde meegraaien, maar daarna moet van Kessel inbinden. Want het is Kevin Powels die de controle neemt over de wedstrijd. Powels komt terug van een buitenlandse stage en doet dat blijkbaar met erg frisse benen. Terwijl zijn ploegmaat Klaas van Tornhout buitenbeeld moet opgeven, is Powels in Hasselt oppermachtig. Hij drijft de tempo op en zorgt voor een selectie. Minder goed gaat het met Lars van der Haar. De jonge Nederlander mispakt zich aan een van de balkjes. Hij komt ten val nadat hij eerder in deze wedstrijd alles moest afrekenen met een lekke band. Intussen blijft Kevin Powels domineren. Wout van Aert is de enige die in zijn spoor kan volgen, al heeft ook Van Aert de grootste moeite om aan te klampen. In de achtergrond probeert Sven Nys de schade te beperken. Nys rijdt in het gezelschap van Tom Meeuwsen. Het is duidelijk dat de Belgisch kampioen in Hasselt een groot deel van zijn voorsprong in het klassement dreigt kwijt te spelen. Powels doet er ook alles aan om het maximum te halen uit zijn superdag. In de slotronde zet hij zijn tanden volledig in zijn prooi. Powels lijkt vleugels te hebben, terwijl Van Aert helemaal leeggereden is. En zo wint Kevin Powels voor de derde keer de grote prijs Hasselt. Het is voor Powels ook zijn 4e overwinning dit seizoen in een klassementscross. Tom Meeuwsen pakt de 3e plaats voor Sven Nys. In het algemeen klassement van de Bpost Bank Trofee halveert Powels zijn achterstand op Nys. Die heeft nu nog 1 minuut en 7 seconden voorsprong op Kevin Powels.